Meerdere keren per jaar nemen we onszelf van alles voor. Dit keer gaan we het echt anders doen. Maar al gauw blijkt dat onze gewoontes het winnen van onze voornemens. Als mensen gezonder of vitaler moeten gaan leven, dan moeten ze dingen anders gaan doen dan ze vaak nu doen. Dus in de basis wil ik mensen meer leren over menselijk gedrag. Waarom doen mensen de dingen zoals ze die doen? En hoe kunnen we op basis van gedragswetenschap daar verandering in brengen? We willen vaak groots en meeslepend aan de slag met het veranderen van onze leefstijl. Maar de winst zit hem vaak in de kleine stapjes die je elke dag kunt uitvoeren. Dat gaat eigenlijk van het bevorderen van gezonde routines en gewoontes op de werkvloer tot praktisch advies waar je direct mee aan de slag kunt om meer te bewegen, gezonder te eten of minder stil te zitten. Inzicht in gedrag is voor mij dan ook van onschatbare waarde voor iedereen die zich wil inzetten voor een gezonder en vitaler Nederland. Wat ik eigenlijk wil is dat mensen weer plezier gaan krijgen in het werken aan gezondheid en vitaliteit. En dat gaat lukken als je datgene gaat doen wat bij jou past op een manier die aansluit bij jouw dagelijkse leven. Ik ben Roel Hermans en ik maak wetenschappelijke kennis over gezondheid en gedrag praktisch en toegankelijk, zodat jij ermee aan de slag kunt voor jezelf of voor anderen.